Hoe vaak kwamen beide ploegen elkaar tegen in Amsterdam in de competitie? Is dat antwoord A 23 keer, antwoord B 46 keer of antwoord C 30 keer? Dat is 23 keer. Mag ik zelf het antwoord zeggen? Dat mag. Ja, dan zeg ik ook A. Dat is helemaal correct. 23 keer, dus een punt voor jullie beiden. Welke oud SC Heerenveen spits scoorde in één seizoen meer dan 10 doelpunten voor zowel Heerenveen als Ajax in één seizoen? Mag ik het zeggen? Klaas-Jan? Ja, hetzelfde antwoord. Die had ik al lang in gedachten. Dat is inderdaad Klaas-Jan Huntelaar. Het is 2-0 en het lijkt erop dat Klaas-Jan Huntelaar scoort. Hoeveel spelers speelden zowel voor Heerenveen als voor Ajax? Veertien. Jij zegt 14. Wat zeg jij, Janner? Ik zeg 10. Dan zit Luciano het dichtstbij, want het zijn er maar liefst 19. Hoeveel doelpunten heeft Heerenveen in de arena tegen Ajax gemaakt? Luciano, jij vorig seizoen natuurlijk nog, een hele mooie. Maar hoeveel in totaal? Is het A 10 doelpunten, B 37 of C 19? Ik denk C. Ik ga voor C. C, 19 doelpunten, dat klopt. Jullie maken het spannend, nek aan nek. Vraag 5. In het seizoen 2004-2005 won Heerenveen met 1-3 van het Ajax van Ronald Koeman. Wie was toen de trainer van Heerenveen? Dat was, denk ik, Gert-Jan Verbeek. Solid. Het is Gert-Jan Verbeek inderdaad. En dan de laatste vraag. In het seizoen 2008-2009 won Heerenveen voor het laatst van Ajax in de arena. Wat was de uitslag? En wie waren de doelpuntenmakers? Geef maar jou, want anders kan je niet meer winnen. Ik ga ook op een 1-3 overwinning. En doelpuntenmakers waren Soleimani. Weet je nog meer? Ja, ik zou het echt niet weten. Soleimani ook. Gewoon 3 keer Soleimani. Ja. Ja, kan ook. Wat denk jij? Ik denk dat het een 1-2 was. Dat was Soleimani en Pranjic. Het was 0-1, maar het was Daniel Pranjic die inderdaad Pranjic met een vrije trap Heerenveen naar de overwinning schoot. Dat weet ik nog, ja. En zo wint Slagveer deze quiz. Laten we hopen dat de heren zaterdag net zo scherp zijn als het Heerenveen van 2009. Dank jullie wel, jongens.